In het kader van duurzame visserij en beheer van de visbestanden in Surinaamse wateren heeft het ministerie van LVV, CQ, het onderdirectoraat Visserij, diverse acties ondernomen. In november 2017 tijdens de controleacties van visserijvaartuigen zijn ongeregeldheden geconstateerd zoals de toegestane maaswijdte van de visnetten, de lengte van de vissersboot en ook de oude ongeldige visserijvergunningen. Sinds de tweede week januari is de inspectie door visserijinspecteurs begonnen op Surinaamse kustvisserijcategorie. Naast de reguliere inspecties, aanpassingen van het visserijmanagementplan en het gebruik van het VMS is van belang goede wet en regelgeving voor de visserijsector. Ook hieraan werkt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Visvergunningaanvragen voor het jaar 2018 zijn per 7 maart 2018 stopgezet. Momenteel zijn we bezig met het verstrekken van visvergunningen voor het jaar 2018. Elke visser die voor commerciële doeleinden vist, behoort een vergunning te hebben. En wat we nu doen, omdat er sprake is van illegaliteit en alle soort zaken, hebben we aangepakt dat we dit jaar bij het verstrekken van vergunningen dit samen doen met de organisaties. In Paramaribo is het visserscollectief en de federatie zijn op de hoogte gesteld. Bij verstrekken van vergunning zal van iedere vissersboot een foto gemaakt worden. Want een boot is gebonden aan een vergunning. Aan elke vergunning zijn de vergunningsvoorwaarden gekoppeld. De vergunningsvoorwaarden zijn aan de achterkant van de vergunning. Zoals bijvoorbeeld, afhankelijk van het type vergunning die je hebt, zeg bijvoorbeeld de SK is de zeekust, moet men, heb je open type Guyanese boot, zoals we dat zeggen, een drijfnet, dan heeft je boot een bepaalde lengte. Volgens de vergunningwaarde is het momenteel 15 meter lang. Je moet een net van 3 kilometer hebben. De maaswijdte van het net moet 30% 5 duim zijn en 70% 8 duim. Dus dat zijn die dingen waarop we letten. In het algemeen, van de inspectie moet regulier. Maar vanwege de beperkte middelen kunnen ze niet altijd naar het veld. Waardoor we een beetje achterstand hebben met onze controle. En daardoor zijn vissers geneigd hun eigen dingen te doen. Want ze zien ons te weinig. Dat is één. En een ander ding, we hebben vorig jaar coöperaties opgericht. En samen met hun willen we zorgen dat men zich gaat houden aan de vergunningsvoorwaarden. Want alleen zo kan je ordening krijgen en dan uiteindelijk praten over een duurzaam visserij. Ik vind de ordening van de visserijsector heel goed. Alleen moet er een betere afstemming plaatsvinden tussen het ministerie van LVV en de kustwacht. Want ik zie dat ze komen met ordeningen en zo, maar ik zie die boten van de kustwacht nog steeds daar aangemerkt bij de oude SMS-steger. En als ze geen geld hebben om die boten te laten uitvaren om te controleren, dan moeten ze op een of andere manier die boetes voor mensen, die vissers die overtreden zijn, moeten ze verhogen, want het kan niet zo doorgaan. En checken, die maaswijdte van die netten vooral is een belangrijke. Ik denk dat minder dan 5,5 duim netten ze moeten verbieden. 5,5 duim maaswijdte moeten ze verbieden. En die trawlers, die moeten buiten de zone waar die bevolkingsvisserij vis, moeten ze blijven door betere controle door middel van een VMS-systeem of zo. Want het gebeurt vaak dat 's avonds die trawlers meer aan de kant komen, meer in het ondiepe komen om te vissen, om overdag weer naar buiten te gaan. En ook die illegaliteit, want
het zou kunnen dat de kustwacht het daar kan zien dat deze man heeft een VMS-systeem op zijn boot. Dat hij dan niet illegaal is en anderen die geen VMS, dus de kustwacht het direct ziet. En makkelijker op te treden is. Ik vind die ordening van die minister, wat de minister van LVV doet, heel goed. Alleen, wat ik al eerder zeg, er moet betere afstemming zijn met de kustwacht. Want als je met regels komt en er is geen dwangmiddel is omdat je die regels naleeft, dan heeft het eigenlijk ook geen zin. Suriname heeft een constructief dialoog met de UNCEDAW-commissie achter de rug. Ons land heeft actief geparticipeerd aan de sessies. CEDAW is het verdrag ter uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Onlangs is het CEDAW-landenrapport behandeld met de Surinaamse delegatie die zich in Genève bevond. Deze dialoog, zou ik stellen, constructieve dialoog, is van belang zodat je als staat weet waar je staat, hè, waar je staat met betrekking tot de implementatie van het verdrag. Hè. We hebben 25 jaar geleden hebben we dus het verdrag in het jaar 1993 geratificeerd. En met de ratificatie geef je aan dat je gaat committen over het verbeteren van de positie van vrouwen. En een andere verplichting die voortvloeit uit dit verdrag is de rapportageplicht. De rapportageplicht gebeurt elke 4 jaar. En met uitzondering van de eerste keer. Dat gebeurt dus na het tweede jaar. En daarop is het dan elke 4 jaar weer. En is het eigenlijk een moment van evaluatie ook. Waarbij je dan meet. In hoeverre heb je het verdrag geïmplementeerd? Hè? Wat is de positie van de vrouw nu? Is de positie verbeterd? Wat zijn de verbeterpunten nu? Dus het is een heel belangrijk moment voor Suriname. De delegatie die naar Genève is afgereisd, werd geleid door Nasir Eskak, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, met Melinda Rijmen, hoofdstafmedewerker van het bureau Gender Aangelegenheden, en Meryl Malone van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Jahangir is Suriname goed op weg met de implementatie van het verdrag. Er is net als bij andere lidlanden zowel vooruitgang als een aantal uitdagingen te merken. We zijn nog niet waar we wezen moeten. We hebben het verdrag niet volledig kunnen implementeren. En ik denk dat geen enkel land nog 100% dit verdrag heeft geïmplementeerd. Maar het streven is dat je elke keer iets meer doet. Hè? We hebben vooruitgangen geboekt op bepaalde gebieden hè, en bij andere weer niet. Maar dat komt dan tot uiting, hè, komt dan duidelijk te staan bij dit soort sessies. Het bureau Gender Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het uitdragen van het CEDAW-verdrag. De minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, heeft tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de CARICOM en UN Women aangegeven dat met de bekrachtiging van het CEDAW-verdrag in 1993 en andere internationale verbintenissen Suriname het belang van gendergelijkheid tot uitdrukking heeft gebracht. We are very happy, staff of the ministry, we are very happy with today. And I agree with all the speakers because dreaming is good and I learned that you should do that. And today I tell all the children, write all your dreams down, write them. Because in 5 years you will take a pen and you will tick them off because they will all come to reality. Yes, you're gonna do that today? Write all your dreams and dream big.
very delighted to be here today to witness the launching of the how do you call it, Children's Corner of the Ministry of Foreign Affairs. Well, this is actually, I believe, very brilliant dream of the minister when she took up this initiative to me. So I thought this is indeed a very good, brilliant idea. So this dream came true today. So I really want to express my sincere congratulations to you.